We kunnen beginnen. We kunnen ook niet beginnen. Yo! Hey, goeiedag! Rocky? Nee. Vandaag spelen we Akinator. Spelen we. We nemen iemand in ons hoofd en hij gaat ons vragen stellen. Die gaan wij beantwoorden. Dan gaan we even kijken of hij weet wie ons karakter is. Dus wie hebben we? Wat is onze leeftijd in diepte? Gewoon 20, hoppakee. Ja, maar dat is 2.0. Het is 2.0 geworden. Nee, maar we 200? Nee, zijn we zo oud? We moeten toch... Ja, zoeken we onszelf? Nee, dat lukt. Oké. Okay. Ja, maar we moeten toch eerst iemand hebben die we zoeken? Wie zoeken we? Nee, iemand leeftijd of 20? Nee, dat is onze leeftijd. Oh, maar wie nemen wij? Total Biscuit. Total Biscuit. Why not? On the YouTubes van de single Brit. Dus het is geen vrouw? Nee. Komt u kracht uit Nederland? Nope. Bestaat je persoon echt? Yep. Ja. Waarschijnlijk wel. Leeft het in Amerika? Ja. Nu, ja, oh. Hij woont in huis, verhuisd naar Amerika. Dus ja. Oké. Okay. Nee, hij is geen zanger. Niet van beroep. Nee. Niet van beroep. Is die persoon een acteur? Nee. Nee? Oké. Okay. Heeft die persoon een gamekanaal? Ja, ja. Total Biscuit heeft een gamekanaal. Is die persoon bekend door Minecraft? Nee. Heeft hij helemaal niks tegen Minecraft? Nee, hij is een gamecritic, hè? Dus nee. Oké. Heeft die persoon ooit een meisje gekust op de... Hoe moet je dat doen? Waarschijnlijk nee, niet. Waarschijnlijk nee. Doet hij niet. Is je personage een communist? Nee, ik denk het niet. Communist. Is je persoon creatief? Ja. Ik vind hem wel creatief. Ik vind hem wel creatief, ja. Nee, hij is geen PewDiePie. Weet anders had hij dat gedaan. Heeft je karakter een bril? Ja, yep. Hij heeft een bril. Oh, hij is aan het denken. Zag je dat? Nee, niet. Is je persoon gelinkt met... Wat? He's a sexy bitch, isn't he? Ik denk het niet. No, he's not. Heeft je personage blauw haar? Huh? Nee. Heeft hij ook wat gekleurd? Nee. Speelt je personage? Nee, het is ook geen Markiplier, nee. Iets te maken met... Heeft je League of Legends gedaan? Hij heeft League of Legends gedaan, ja. Dus, wacht. Ja, hij heeft wel iets te maken dan met League of Legends. Ja, want hij heeft ook een... waarschijnlijk wel. Hij heeft ook een item in League of Legends trouwens, hè. Ja? Total Biscuit. Oké, ja. Nou, toch? Is je personage ooit nee, uit te zijn? Nee, gelukkig niet. Wel in een badjas. Echt? Nou ja, dat is nog niet ergens. Is jouw personage ooit deelgenomen aan een wereldkampioenschap? Waarschijnlijk niet. Heeft je personage een bijnaam gelinkt aan dieren? Total Biscuit. Nee, wel mee eten. Nee. Wel mee eten. Graagt. Graagt. Je persoon rond. Zo, man. Draagt. Oh, moet niet draag zijn. Nee. Glas. Nee. Glas. Nee. Gewoon nee. Nee, dat doet hij niet. Oké. Okay. Leeft de moeder van je personage nog? Ja, die leeft. Dat weet. Ja, nee. Is hij weer aan het denken, die dat? Speelt je personage gewoonlijk in de jungle? Nee. Nee. No. Heeft je personage lang haar? Nee. hij wordt tam. Dat is wat moeilijk, denk ik. Behoort je personage tot het League of Legends spel? Nee. Het is of... MC... Juggernaut? Juggernaut. Nee. Wie is dat dan? Weet ik veel, maar gewoon klik maar nee. Nee. Jongen, waar ben je mee bezig, gek? Valentie? Wat doe je? Volgende? Ja. Heeft je personage zwart haar? Ja. Heeft je personage donkere huid? Nee. Speelt je persoon op dit moment in een team? Nee. In League of Legends in een team? Nee. Ja, hij heeft wel Axiom eSport, maar hij is daar de manager van. Waarschijnlijk niet? Waarschijnlijk niet. Okay. Leeft je karakter nu? Ja. Nog wel. In het nu. Hij speelt in het nu, maar hij speelt in het nu. Dus. Okay. Heeft je personage een baard? Yep. Ja, hij is geboren in Engeland. Oh, oké. Okay. Had wel moeite mee, zeg. Is hij Brits? Ja, yep. He's British. Dat vind ik al Brits. Is je persoon ooit getrouwd? Ja, hij is getrouwd. Oh, nu ook nog? Ja, zeker. Okay. Is je persoon...
Engels, ja. Dat is... Toto Biscuit, a.k.a. John Bain! Ja! Heeft hem hoor. Hups, oké. Oké. The Cynical Brit. The Cynical Brit. Total Biscuit, a.k.a. The Cynical John Bain. John Bain. Oké. Heet hij zo, ja? John Bain? Ja. Oh. Dus, ja. Ja, ik... Oké, okay. Ja. Ja. Geert Wilders. Geert Wilders, sowieso. Oké. Okay. Kijken of we hem kunnen vinden. Oké. Okay. Komt je... Ja. 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 Nou, we zijn een goede vraag. Is je persoon... Nee. 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 Nou, een beetje misschien. Nee. Oké, oké. Okay, okay. Nee. Is je persoon bekend? Ja. Ja. Nee. Hij weet eigenlijk niet. Is je persoon bekend door Spot? Nope. Nope. Nee. Nou, ik weet niet of hij kan zingen, maar volgens mij... Is ga je... het land uit! Oh, god. Is je personage momenteel... Hoe oud is Geert Wilders? 52! 52! Zo, ik zou niet zeggen zo. Ja? Nee. Dus ja, hij is momenteel ouder dan 40. Heeft je personage een dochter? Heeft hij kinderen? Weet ik niet. Is je personage... Ja. Oh nee, hij komt er hoor. Is je personage minister-president van Londen? No, nee, nog niet. No, not yet. No. Heeft jouw personage meegedaan met een talent? Nee, zullen iemand lijken me niet? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet, waarschijnlijk, ik weet het niet. Is je Stardoll? Is dat dan? Is je kracht eens van Stardoll? Wat is Stardoll? Weet ik niet. Weet ik niet. Denk ik niet. Heeft je personage gespeeld in... Nee, volgens mij speelt hij niet in films. Is je personage de leider van een... Ja. He knows. Wordt je personage dikwijls beschouwd als slecht? Ja. 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 Is, nee. Nee, anders had hij denk ik Pim Fortuyn gedaan. Komt je personage uit Criminal Minds? Git Wilders niet. Het... Hij heeft toch een film gemaakt wat heel... Waar... Ja, maar Criminal Minds, dat wat is een dat? Serie. Nee. Dus, dus... Weet ik niet. Heeft je personage... Wat is dat van vraag? Hoe moet ik dat weten? Waarschijnlijk heeft hij wel iets boshaar, hè? Ja, hij is toch blond? Niet. En hij is Indo. Indo? Dus waarschijnlijk niet. Oké, zo. Is je personage van... Nee. Ja! Wat? Ik zeg toch, hij is Indo. Is hij... Ja, toch? Aziatisch? Ja. Geert Wilders? Geert Wilders? Ja, volgens mij wel. Ja. Waarschijnlijk wel. Is... Nou, hij is geen Indiaan, volgens mij. Nee. Nee? Nee, nog niet. Is jouw personage getrouwd in... In 1991 met een acteur David... We hebben toch gezegd dat... Dan moet, zou die homo moeten zijn. Is hij homo? Nee. Ziet er wel uit. Nee, sorry Geert. Heeft je personage weinig haar? Nee. Nou. Toch? Hij heeft toch zo'n hele bos wit haar, of niet? Ja, maar volgens mij heeft hij dat wel opgepompt. Met wat? Met een fietspomp? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Heeft je personage een bril? Nee, hè? Nee. Nee. Ik denk dat ik het weet. Lust je personage... Weet ik veel. Weet ik niet. Oh! Hij heeft hem ook goed ook, in één keer. Vieze homo! Wie heeft dat gedaan dan? Oh, volgens mij iemand die niet mocht. Hij heeft waarschijnlijk ook de vraag slecht gedaan. Of nee. Doe Stefan van Stuk TV. Nou, misschien iemand niet van YouTube. Misschien, Wie dan? Nou, oké. Okay. Weet je, we doen Steven van Stuk TV. We doen Steven van Stuk TV. Oké. Okay. Ja. Is je personage momenteel ouder? Nee. Nee, ja. Nee. Nou, 26 denk ik, zoiets. Nee. Is geen gamer, hè? Nee, geen gamer. Is je personage van het volk? Nee. Is je personage bekend? Ja. Is je personage bekend als Spot? Nee. Treed je personage op? Ja, volgens mij. Ze hebben toch hun eigen. Hoe heet die vendo? Giel, die is DJ. Dus volgens mij treedt hij wel eens op. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk. Vast wel. Vast wel. Is je personage een rapper? Nee. Nee. Hij heeft wel een drummer. Oh, oh ja, dus dan treedt hij wel op, ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Is je personage een deel van de tri. Ja. Ja. Bam, Stefan van Stuk TV. Speelde je personage ooit in Vampier? Weet ik niet. Nee, waarschijnlijk niet.
Nee. Oh, even personage lang. Nee. Speelt ook in The Kingdoms. Nee. Is dat niet zo'n, zo'n serie van zo'n met Minecraft of zoiets? Van een van die Nederlandse games. Zou best kunnen. Heeft personage een baard? Ja. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Dit is niet veel. Hij nu heeft, ja, maar, ja, hij heeft het wel gehad. Hij heeft hem wel gehad. Zo'n hele grote wereld. Werkt je personage met... Is je personage... Het is een baard van Sinterklaas, jong! Nee. Heeft je personage een bril? Nee. Nee. Is het personage... Nee. Van... Hoe komt hij daar nou eens bij dan? Weet ik veel. Komt je... Nee. Nee. Speelt je personage... Nee. Is je personage een koningin? Nee. We hebben net al gedaan dat er geen vrouw is. Ja, heeft blanke huid. Ja. Is je personage bekend? Met een baard? Ja, hij is niet bekend met een baard, toch? Waarschijnlijk niet. Maar als je voor hem ziet, heeft hij wel een baard. Zeg maar. Waarschijnlijk wel. Nee. Nee. Of hij is brons? Hij is een beetje, beetje oranje blond. Ja. Oranje blond. Is personage rechts handig? Weet ik veel! Ik denk aan de stem. Hij heeft hij heeft hem gewoon geraden. Stefan Juriens. Heet hij zijn Juriens vandaag? Ja. Ik wist het ook niet. Stefan van Stuk TV. Dus hij ziet er wel zo uit tenminste. Moet je niet doen voor de microfoon. Jackie Chan. Jackie Chan. Sowieso. Jackie Chan. Nee. Oh, is je... Ja, hè? Nee. Ah. Jackie Chan. Is uit Nederland? Nope. Ja. Ja, dat sowieso. Ja, hij is al een oude lul. Draag je persoon een hoofddeksel? Hoed, kap? Nee. Nee. Is je personage... Nee. Is je personage dood? Nee. Nope, gelukkig niet. Is je personage in... Nee. Nee. Oh, Chinese poptie. Nee. Nou, ik kan nog Engels. Leef je persoon in hetzelfde land als jij? Nee. Is je personage gelinkt met sport? Kung Fu is een sport. Ja? Ja. Nou, ik weet niet of je dat gelinkt met... Nee. Je... geen voetbal. Nee? Oh. Is je persoon... Nee. No. Ook geen coach. Sterk gespeerd. Hij is wel gespeerd. Waarschijnlijk wel. Draag je personage een helm? Nope. Nee. Of het algemeen? Nope. Nope. Vecht je personage? Ja. Ja. Oh, hij komt film. Hij komt in de buurt. Ja, oh. Hij is Chinees of Japans? Shit, hij is Chinees, ja. Japans? Sorry, joh. Ja, hij is grappig. Hij is grappig. Is je personage grappig? Yup. Sorry. Ja. 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 Zo! Zo snel ook, hè? Acteur, stuntman, is hij zanger? Ja, zeker. Welk liedje heeft hij gezongen? Voor de jongetje. Maar ik ken hem niet, hè? Hebben we zo even 4 graden? Nou, wij niet, hij. Ja, oké. Klootzak. Door de hulp, met de hulp van ons. Is het nou Dora die haar broek naar beneden doet? Later. Ayo.